gaan brooddoosjes maken. We gaan niet die broodjes zomaar lukraak op tafel leggen. Mm-hmm. En we gaan meteen met de brooddoosjes die we zelf gaan knutselen, ook een beetje de herinnering van vroeger, van 45 jaar geleden, terug tot leven brengen. De trouwfoto van Mark en Chris hebben we gefotocopieerd. 24 keer. Mooi, hè? Mooi, hè? Wat zagen ze er toch stralend uit, hè? Ja, 45 jaar altijd. Geleden. Nu nog altijd. We gaan met een vormpje mooie ronde knippen uit die foto. Kan jij al knippen, dank je wel. Mooi rond knippen, hè? Als we die foto dan op het dekseltje kleven, dan ziet het eruit zoals een koekendoos van vroeger. Ja. Ken je dat nog? Ja, ja, ja. Waar de koning en de koningin op stonden. Mijn ma heeft dat nog gehad, zo'n koekendoos. Ja. Ah, wel, voilà. Ja. Dan keren we een beetje terug in de tijd. Heel romantisch ook, hè? Ja. Voilà, kijk, dat gaan we eigenlijk maken. Gebruik servettenlijm om de foto op de blikken doos te kleven. Deze lijm zorgt meteen ook voor een beschermend vernislaagje. We zijn bijna klaar. Ja, dat vind ik ook. En als dat klaar is, als dat helemaal droog is, heeft het zo'n mooie patine. En het is ook een cadeautje voor als alle gasten naar huis gaan. Dat is wel tof, hè? Ja. Als ze dan thuis zijn, kunnen ze thuis... Een mooie herinnering, hè? Ja, mooie herinnering. En ze kunt dat in de keuken gebruiken, hè? Je ziet het alle dagen. Ja, wat zou jij er nog in steken? Koekjes. Koekjes. Ik zou er juwelen in steken. Ah, ja, dat zou ook. Ja. Mooi, hè? Ja.